Gelderland is rijk aan erfgoed. Sterk afwisselende landschappen bepalen de identiteit van onze provincie. In die landschappen zien we rivieren, uitgestrekte bossen, stoere kastelen en een grote verscheidenheid aan bijzondere planten en dieren. In de Schatkist van Gelderland gaan we met het Gelders Landschap en Kastelen op zoek naar de mooiste parels van de provincie. Vandaag starten we op Kasteel Hernen in het land van Maas en Waal. Kasteel Hernen is nog een echt middeleeuws kasteel. Doordat het nooit tijdens oorlogen werd beschadigd, nooit door brand werd verwoest en ook nauwelijks werd verbouwd, is het kasteel authentiek gebleven. Ons bezoek aan het kasteel begint in de kelder. Nou, hier de kelder. Nou, hier stap je eigenlijk zo de middeleeuwen in. Moet je kijken hoe mooi die grote bakstenen, hele dikke muren, nissen. Hier proef je echt helemaal de sfeer van de middeleeuwen. En dat willen we ook heel graag natuurlijk behouden en laten zien aan iedereen. In 1360 krijgt ridder Allard van Driel toestemming van de hertog van Gelre om tussen de Maas en de Waal een nieuw kasteel te bouwen. Hij laat de basis van het huidige kasteel neerzetten. Een grote vierkante toren en een muur van 2,5 meter dik rondom een binnenplaats. In 1940 is het kasteel bij de Stichting Gelderse Kastelen gekomen. Dat was het eerste kasteel trouwens, dat is ook wel leuk om te vertellen. En toen was het natuurlijk helemaal in vervallen toestand. Er moest echt wel wat aan gebeuren. Toen is er een restauratie gevolgd. Maar het was al leeg. Dus gewoon voor de rest, wat je ziet, dat is het. En we hebben natuurlijk heel erg geprobeerd om die sfeer ook vast te houden. Omdat je graag eigenlijk de ervaring die wij hebben, het spannende als je hier door zo'n middeleeuws kasteel loopt, ook inderdaad met zo'n lantaarn zoals nu, dan voel je die middeleeuwen, dan ga je zelf op onderzoek en dan ga je het ontdekken en dan zie je hoeken en gaten en nissen. Ja, dat is fantastisch om te doen en dat wil je heel graag laten zien. En daar hebben we ook met de nieuwe inrichting ook heel erg ons best voor gedaan om die sfeer te behouden. Nou, hier staan we in de keuken van het kasteel met de oude bakoven op de achtergrond. En hier hebben we niet zeg maar alle muren weer gepleisterd, maar wel met een aantal requisieten geprobeerd de sfeer van zo'n keuken te geven. Zodat je wel een beetje zo'n sfeerbeeld hebt, zonder dat je het al helemaal gaat invullen voor mensen. Mensen kunnen hier echt nog wel zelf hun eigen fantasie ook op loslaten. En maar wat er staat klopt dan weer wel. Dus als zeg maar, ligt een aantal recepten op tafel, dat zijn allemaal recepten die inderdaad uit de 16e eeuw komen. Ja, en alles wat er gegeten werd, dat kwam natuurlijk als eerste ook van de heerlijkheid Hernen. Want Hernen was natuurlijk kasteel, maar daaromheen een hele grote heerlijkheid. En wat je ook ziet is dat er al heel veel kruiden ook verwerkt werden. Dat verwacht je misschien niet, maar kruiden als kardemom en kaneel en dat soort kruiden worden ook al allemaal in de recepten verwerkt. Hoor de stemmen van onze gasten. Het klinken van de glazen. De muziek. Van de windstreel. Hier ontvangen we onze gasten. Dat ben ik aan mijn. We gaan terug naar het jaar 1544. Dat is het jaar dat Reiner van Weijen het kasteel erft en de heerlijkheid. En hij heeft ook grootse bouwplannen nog voor het kasteel. Hij laat onder andere de laatste woonvleugel nog bouwen. Dat is best wel een belangrijk man. Hij is burggraaf in Nijmegen, hij is richter, dijkgraaf. Er gebeurt veel in die periode. Gelre is net zijn zelfstandigheid kwijt. Dus het is ook een heel interessante periode. En Reiner van Weijen, die leidt je rond. Dus we hebben als het ware zijn stem verpakt in deze lantaarn. En hij is de gastheer die je als bezoeker helemaal door het kasteel voert. Door alle gangetjes, door alles, door deze ruimtes. En die vertelt wat zijn plannen zijn met het kasteel. En wat je allemaal ziet. Ja, we staan nu in de zaal. Dit is een mooie vleugel die gebouwd is tegen de weermuur aan. Die bogen die laten ook nog zien. Eigenlijk kijk je hier al een beetje op de weergang. Daar gaan we straks ook nog overheen. En deze zaal is natuurlijk ingericht alsof hier een mooie ontvangst is. Alsof hier gegeten wordt. En dan kan je je voorstellen dat Reiner van Weijen met zijn echtgenote Margarethe van Egeren hier achter de tafel zat met hun gasten. En dat is een beetje de sfeer die we hier neerzetten. Ja, waar we nu zijn, dit is echt zo bijzonder voor kasteel Hernen. We lopen nu op de middeleeuwse weergang. En dat zie je ook hier aan de schietgraat. Je kijkt hier zo naar buiten. Maar aan de andere kant
zijn de woonvleugels die er tegenaan gebouwd zijn. En omdat daar natuurlijk weer een dak op moest, hebben we dit schuine dak eroverheen gekregen. En daarmee zijn dit de overdekte weergangen van Herne. Ja, dat is echt super bijzonder. Dat vind je eigenlijk nergens in deze omvang echt anders in Nederland. Dat is echt super bijzonder. Hier ligt nog wat wapentuig. Pas het maar eens aan. Voel je hoe zwaar het is? Kun je je voorstellen dat je hierin moet vechten? Als je wilt weten hoe alles heet, zoek dan maar met het licht onder je lantaarn. Nadat burggraaf Reiner van Weijen het kasteel in de 16e eeuw omvormde tot een adellijk woonhuis, bleef het bezit intact. Alleen in de 18e eeuw zorgde waarschijnlijk een zware storm voor schade. En niet zo'n kleine schade ook. Nou, we komen hier uit een toren. Een van de torentjes die kasteel Herne rijk is. Maar de allerbelangrijkste, dat was een hele grote vierkante hoektoren. Eigenlijk waarmee kasteel Herne ook ooit begon in de 14e eeuw. Die is verdwenen. Ingestort. Eigenlijk weten we niet precies wat ermee gebeurd is. Maar dat verhaal willen we natuurlijk ook wel heel erg graag vertellen. Nou, onze gastheer Reiner, die wist natuurlijk nog niet precies wat er in de toekomst ging gebeuren. En dat kunnen we gelukkig nu hier, met een hele mooie nieuwe installatie, kunnen we ook dat verhaal van die zo voor Herne zo enorm belangrijke toren, kunnen we hier nu ook vertellen. Wat er precies gaat gebeuren, dat ga ik natuurlijk niet verklappen. Daarvoor moet je echt naar Herne komen. We vinden beleving in een kasteel wel heel erg belangrijk, of eigenlijk in alle huizen. Natuurlijk is het heel belangrijk dat je de feitelijke gegevens van de geschiedenis meekrijgt. Maar er is natuurlijk veel meer. Je wil ook dat je zo'n kasteel zintuigelijk kunt beleven. Dat je de geluiden hoort, dat je de geuren hoort, dat je er zelf doorheen kan. Dan ervaar je het echt ook in alle dimensies wat zo'n pand te vertellen heeft. En daardoor is beleving wel heel erg belangrijk. Het is meer dan alleen de feitenkennis, die zijn ook belangrijk. Daar zorgen we ook voor dat die op orde zijn, dat die goed zijn. Maar je wil ook dat je nog dat extra biedt. De kasteel Herne is misschien nog steeds wel het best bewaarde geheim van de stichting. Het is notabene het eerste kasteel wat we als stichting hebben verworven en gerestaureerd. En toch kennen nog heel veel mensen kasteel Herne niet. Terwijl als je hier binnenkomt, je wordt eigenlijk gelijk omarmd door de middeleeuwen. Het is zo mooi kasteel en nog zo puur en zo authentiek. Ja, dat moet je echt gevoeld en gezien hebben. Het is echt mooi, ja. De volgende parel vinden we op het Wekeromse Zand tussen Barneveld en Otterlo. Het stuivende Wekeromse Zand ontstond in de middeleeuwen. Vanaf het jaar 1000 begonnen bewoners hun akkers op de schrale zandgronden vruchtbaar te maken met de mest van hun schapen. Er werd heide geplacht om de bodem van de stal te bedekken, de heide werd begraast en men reed er met karren overheen. Door dit intensieve gebruik raakte de heide zo beschadigd dat het onderliggende dekzand vrijkwam en begon te stuiven. In de 19e eeuw was er bijna 80.000 hectare aan stuifzand. Toen in de 20e eeuw de kunstmest kwam, groeide een groot deel van het zand dicht met heide en bomen. Het Gelders landschap spant zich echter in om het stuifzand open te houden. Hier op het Wekeromse Zand, als we niks zouden doen, dan wordt het allemaal, uiteindelijk allemaal bos, want dat is een natuurlijk proces. En dat proces gaat nu sneller, doordat er stikstof in de lucht zit. En daar houden de algen van, die groeien sneller. Daarna komen grassen, korstmossen, heide en uiteindelijk het bos. Het Wekeromse Zand is eigenlijk een van mijn favoriete natuurgebieden van Gelders landschap en kastelen. Het is net een levend kunstwerk. Je hebt zoveel mooie vormen en contrasten. Neem zo'n een dode boom, dat steekt heel erg mooi af tegen het zand. Als de wind heeft gewaaid, zie je gelijk een relief erin. De moeflons hebben er gelopen, dat spoor kan ik helemaal volgen. Hier op het Wekeromse Zand heb je echt een aantal hele bijzondere bomen. De vliegdennen, die echt solitair staan, met brede takken tot aan de grond.
En aan de rand van het zand zijn er ook nog een aantal hele mooie beuken. Die ook echt tot aan de grond vertakt zijn. En dat betekent dat ze eigenlijk altijd vrij hebben gestaan. Dat spreekt me enorm aan. De overgangen zijn juist het meest interessant voor dierenleven en planten. Daar zijn de omstandigheden wat minder extreem. Het is eigenlijk midden op het zand, kan je het bijna zien als een woestijn. Het kan 's nachts flink vriezen en overdag kan met een beetje zon kan de temperatuur heel hoog worden. Dus het is lastig om te overleven. Hier zit ik op een van de bijzondere stukjes op het Wekeromse zand. Het is de overgang van het bos naar het open zand. En op dit stukje vinden we een unieke mierenleeuw. Er zijn hier allemaal gaatjes, ze leven in een kolonie bij elkaar. En een mierenleeuw heeft een gaatje en als er een mier in dat gaatje loopt, voelt hij de trillingen van de mier met al de haren op zijn lijf. Hij gooit dan met zijn krachtige kaken zand omhoog. De mier valt door daar naar beneden en als die uitgeput is, grijpt de mierenleeuw hem met zijn kaken en eet hem op. Ook de zandoorworm en de lentevuurspin zijn voorbeelden van zeldzame insecten die alleen maar in stuifzandgebieden kunnen overleven. We doen er heel veel aan om het zand open te houden. Het belangrijkste is dat het zand blijft stuiven. Aan de randen van het Wekeromse zand, bij de overgangen van de heide naar het bos, hebben we een aantal heidekoeien. We hebben ook een kudde moeflons van zo'n 60 dieren. En de moeflons die mogen over het hele Wekeromse zand lopen. Ze eten jonge boompjes op, zodat het geen bos wordt. Ze houden de heide kort. En doordat ze over het zand lopen, maken ze met de hoeven ook het zand los, zodat het kan blijven stuiven. Daarnaast hebben we nog vrijwilligers die ons elke week helpen in het onderhoud. Daar zijn we hartstikke blij mee, want zonder vrijwilligers kunnen we het werk ook niet doen. En de vrijwilligers die trekken boompjes ook uit de heide. Halen ook stukken zand met de hand los. Echt het specifieke onderhoud wat een zandverstuiving als dit, wat zo uniek is, dat vraagt echt het specifieke onderhoud. Als je terugkijkt in de tijd, dan waren er vroeger heel veel stuifzanden in Nederland. En tegenwoordig is daar nog maar 2% van over. En de planten en dieren die je vindt, die zijn echt uniek. Die zijn zeldzaam. Dat vind je bijna nergens anders in Nederland. En daarom zetten wij ons in om het stuifzand te behouden. En ik hoop, als we vooruitkijken, dat ik over heel wat jaren ook met mijn kleinkinderen hier weer kan lopen. Op zoek naar een mierenleeuw of een zandoorworm. Wilt u zelf ook op ontdekkingstocht? U bent van harte welkom. Alle informatie over toegankelijkheid en openingstijden vindt u op de website van Gelders Landschap en Kastelen. In buurtschap Bolt bij Winterswijk in de Achterhoek vinden we het oude Scholtengoed Heijink. Scholtengoed Heijink is een ongeveer 132 hectare groot landgoed met een grote scholtenboerderij en 3 pachtboerderijen. De laatste scholtenboer, Ab Heijink, overleed hier in 1988. Scholtenboeren waren van oudsher horige boeren. Dat wil zeggen dat ze in de middeleeuwen zaakwaarnemers waren voor grote landeigenaren, zoals bijvoorbeeld de heer van Bredevoort. Scholtenboeren hadden meer macht dan de vrije boeren en de pachtboeren. En hun bezittingen waren groter. In de loop der eeuwen maakten de scholtenboeren zich los van hun heren en ontwikkelden ze zich tot zelfstandige grootgrondbezitters. Scholtenboeren wilden grandeur uitstralen doordat ze waren rijk en machtig. Ze wilden laten zien dat ze trots waren op hun bezit. Bijvoorbeeld door de omvang van de boerderij. Als je kijkt naar het voorhuis, daar zit een verdieping op. En als je dan weet dat de verdieping eigenlijk nooit gebruikt werd, is alleen maar om te laten zien hoe rijk ze waren. En de rijkdom werd afgemeten aan het aantal ramen van de boerderij. Als je aan iemand vraagt van teken is een boerderij, dan tekenen ze zeker niet dit. Dit is eigenlijk gewoon vergelijkbaar met een groot landhuis. Om te laten zien hoe trots en hoe rijk ze waren. We staan hier bij de voorgevel van de imposante scholtenboerderij. Met hier een detail van een mooie houten rijkbewerkte voordeur. Met in het bovenlicht smeedijzeren verfraaiing. Op zich heel bijzonder.
Omdat de voordeur van deze boerderij eigenlijk nooit gebruikt is. Omdat we de boerderij altijd aan de achterkant betreden. Alleen dus maar om te laten zien hoe rijk ze zijn en hoe trots ze op hun bezit zijn. Wat mij het meest fascineert in de Scholtenboer is de tegenstrijdigheid. Een Scholtenboer, een herenboer, man van adel, rijk en machtig in het nuchtere Winterswijk. Die uiteindelijk natuurlijk wel de baas was hier in zijn gebied. Hij had het te zeggen over zijn pachtboeren. Als er hulp nodig was op zijn boerderij, dan werd er aan de bel geluid, de gruwebel, zo heette die ook. En dan moesten de pachtboeren hun spullen laten vallen en dan moesten ze hier komen helpen. Maar ook richting het waterschap of richting de overheid belasting betalen. Deze niet, vonden ze allemaal niet nodig, omdat ze in hun eigen land regeerden. En zo stonden ze er ook in. Stoere macho mannen die de baas waren in hun terrein. Het behoud van het oude Achterhoekse cultuurlandschap hebben we feitelijk te danken aan de Scholtenboeren. Waar elders in Nederland door de ruilverkaveling grootschalige landbouwgebieden ontstonden, bleef het landschap rond Winterswijk kleinschalig en intiem. De Scholtenboeren deden er namelijk alles aan om hun landerijen bij elkaar te houden en dulden geen inmenging van de overheid. In de loop van de 20e eeuw werd het steeds moeilijker om voor een Scholtenboer zijn spulletjes te onderhouden. En hij wilde absoluut voorkomen dat hij grond of gebouwen moest verkopen. Met als gevolg dat zijn bezit, ook de pachtboerderijen die hij had, steeds verder in verval raakte. Met uiteindelijk tot gevolg dat ze bijna de hele inboedel hebben moeten verkopen om bij wijze van brood te halen. Om maar te voorkomen dat ze moesten verkopen. Dat heeft tot gevolg nu dat het landschap en de gebouwen nog zo mooi compleet zijn. We staan hier in de oude schoppen, een van de bijgebouwen van de boerderij. Een hele oude schoppen, eind 18e eeuw, met nog steeds heel veel authentieke onderdelen. De oude aspanten, oude brede vloerdelen, oude Hollandse dakpannen. Allemaal nog aanwezig, daterend uit die tijd. Deze schoppen is zelfs ouder dan de boerderij. En in het verleden volop in bedrijf, met aan deze kant de kippen, aan de andere kant de koeien. En nu staat het leeg en vraagt deze schuur alle bijzondere onderdelen om een nieuwe functie. En daar zijn we naar aan het zoeken. Dus wij zijn heel blij dat die Scholtenboeren vroeger niet hebben verkocht. Aan ons nu de taak om te behouden wat we hebben. En dat valt niet altijd mee. Het kost een heleboel geld en proberen stukje voor stukje bezit te restaureren en opnieuw in gebruik te geven. En wij als Gelders Landschap zetten dus ons in voor de gebouwen, om die netjes in goede staat te houden, voor de terreinen, maar ook voor de agrarische bedrijven, om hun hier een plek te geven en een goede toekomst om met elkaar dat cultuurlandschap in stand te houden. Kijk voor meer informatie over de Scholtengoederen op glk.nl. Voor onze laatste parel zijn we in het kasteelpark van landgoed Roosendaal bij Arnhem. Eeuwenlang was kasteel Roosendaal het domein van de beruchte graven en hertogen van Gelre. Al in de middeleeuwen bouwden de graven een burcht in een dal met een gracht eromheen. Van de burcht is nu alleen nog de grote ronde toren over. In de eeuwen die volgden werd het kasteel meerdere malen verbouwd, afgebroken en opnieuw opgebouwd. Maar altijd was er veel zorg en aandacht voor de tuin, die zich uitstrekte op de glooiing van de stuwwal. In 1670 legde de familie van Arnhem een park aan, met watervallen, beeldhouwwerken en buxusfiguren. In 1721 liet Lubbert Adolf Torck, landdrost van de Veluwe en trotse eigenaar van de buitenplaats, een wel heel bijzonder kunstwerk aanleggen in de tuin. Nou, stel je voor, we gaan even terug naar begin 18e eeuw. De adellijke familie had zijn gasten op bezoek, ze hadden lekker gedineerd. De dames in het lang, de heren in een mooi kostuumetje. En de adellijke familie wou na de wandeling was even laten zien wat ze dus gemaakt hadden om het park te verfraaien. Nou, dan komen we bij het folie. Een folie is dus een kunstwerk, wat eigenlijk niet de functie heeft, maar echt ter verfraaiing om te laten zien van, ja, dat kan ik. Ik heb rijkdom, ik kan dat bekostigen. Je ziet het meer in landgoederen. En deze folie is dus een schelpengalerij geworden. Opgeplakt met motieven, schelpen. Alle soorten, hardsteensoorten, marmersoorten.
opgeplakt met motieven. Ik zie er zelf een soort schelpen in, maar het zou ook wat anders kunnen wezen. Maar schelpen zou goed kunnen, want de volgende hier zo zijn inderdaad schelpen. Bij deze nis zit je bijvoorbeeld een adelaar op een nest. Het hele leuke ervan is dat het nest nog steeds gebruikt wordt, want in het nest zit tegenwoordig in de zomer de gele kwikstaart te broeden, zodat het nest nog steeds gebruikt wordt. Het was de in die dagen beroemde tuinarchitect Daniel Marot die tekende voor het ontwerp van de schelpengalerij. De galerij werd 42 meter breed. Marot ontwierp een wandelgang met nisjes, grotten en een waterpartij die vooral indruk moest maken op de adellijke vrienden van zijn opdrachtgever. Dit nisje noemen wij het herennisje, want dit figuur die aan de linkerkant zit is een heer, terwijl een andere nisje een dame afgebeeld staat. En ze zeggen dat deze pot een sigarenpot zou zijn. Deze nis is ook wat fijnere structuren, de schelp is wat fijnere structuren. En dit is mooi kleurgebruik. Hier zitten hele mooie kleuren in, aan blauw, roze, ja, lichtblauw, donkerblauw, groenig. Dit is een heel mooi nisje. Ik denk dat ze dat vroeger ook wel zeer konden waarderen, dit stukje. Nou, hier zie je ook een heel mooi bankje. Ik kan me voorstellen in de 18e eeuw, daar praten we over. De dames waren allemaal niet lang. Tegenwoordig gaven in de zon zitten om bruin te worden. Er was toen precies geen mode. Dus ik denk dat de dames inderdaad hier gingen zitten. Uitkeken op het kasteel en wat het leven wat daar zo plaatsvond. En ik neem aan dat er wel eens iemand voor de gezelligheid daarnaast ging zitten. Om de schelpen te beschermen tegen weersinvloeden wordt de galerij in de winter afgedekt. Ondanks deze voorzorg is er regelmatig restauratie nodig. Sommige schelpen hebben losgelaten, zijn gebroken en moeten worden vervangen. En dat is een probleem, want de schelpen mogen nu in de overzeese gebieden niet meer worden uitgevoerd. Dus waar haal je dan nieuwe schelpen vandaan? Er is een oplossing gekomen. Er is een keer ooit een partij onderschept door de douane. En in de jaren 90 hebben wij die partij gekregen alleen voor dit doel. We hebben op de zolder van het kasteel staan. Dus mocht er wat kapot zijn elk jaar, dan gaan we daar wat zoeken. De juiste schelp of steensoort wordt hierbij gezocht en weer gebruikt. Dus mocht je het willen zien, dit, kom dan nu kijken en wacht niet tot het laatste schelpje eraan zit. Wilt u zelf ook op ontdekkingstocht? U bent van harte welkom. Alle informatie over toegankelijkheid en openingstijden vindt u op de website van Gelders Landschap en Kastelen. Morgen is er weer een aflevering van de Schatkist van Gelderland, waarin we zwerven langs de mooiste parels van onze provincie.